Bonjour, monsieur, dame. Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom. Twee dagen na Valentijnsdag gaan wij het met elkaar hebben over het land wat toch wel bekend staat om de romantiek. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, Frankrijk, het is een prachtig land, maar het is zo jammer dat er Fransen wonen. Ja, wat is nou de waarheid? Is Frankrijk nu het land van de beloofde toekomst? Ja, of hoe zijn die trends eigenlijk? Welke kansen en mogelijkheden zijn er allemaal? Eén ding is zeker. Frankrijk is een opkomende economie. En misschien is het woord opkomen niet helemaal terecht. Maar het is een grote speler. Natuurlijk, er zijn altijd grotere spelers. Maar Frankrijk heeft Engeland ingehaald. Althans, het Verenigd Koninkrijk ingehaald. En het is een land waar veel mogelijk is, mits je goed begrijpt hoe het werkt. Nou, en hoe dat dan werkt, gaan we u proberen zo goed mogelijk uit te leggen. En dat gaan we doen in de komende drie kwartier tot een uur. Dat doe ik natuurlijk met een aantal gastsprekers die ik zo dadelijk aan u ga introduceren. Maar eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Mijn naam is Twan Straatman, ik ben de moderator van dit webinar. En ik neem u mee door al uw vragen. Dus als u vragen heeft, schroom dan niet om die te stellen. Want dat maakt het lekker interactief. Ik kijk hiermee op een ander scherm en zie uw vragen binnenkomen. En zal ze dan voorleggen aan de sprekers. Nou, mocht er nou onverhoopt iets misgaan met de technische verbinding, druk dan even op F5 of het verversen van de pagina. Meestal is dat voldoende om de boel weer aan de praat te krijgen en anders even opnieuw inloggen. Lukt het nou echt helemaal niet, dan heb ik een geruststellende mededeling, want we nemen dit webinar op. Dus aan het einde, na afloop, zal het webinar online worden geplaatst en kunt u het altijd nog rustig nakijken. Dat geldt ook even voor de sheets die getoond worden. Het zijn er deze keer niet heel veel, dus dat scheelt. We gaan vooral lekker kletsen en praten met elkaar. En nogmaals, dat kan alleen op het moment dat u meedoet. Want ik ben heel nieuwsgierig, maar u bent waarschijnlijk nog veel nieuwsgieriger. Dus nogmaals een uitnodiging om u vragen te stellen via de chat. En dan ga ik ze voorleggen aan de sprekers. Dit webinar, dat doen wij natuurlijk in opdracht van een aantal partijen die ik graag even benoem. Dat is Rabobank, Export Club Noord, Koninklijke Metaalunie, Go for Export. Ik ben Drents ondernemer en tot slot Kennisport Regio Zwolle. Zij zijn de organisatoren van dit webinar en zij hebben bereid gevonden een tweetal sprekers voor u te gaan spreken. Nou, de eerste die dan op het lijstje staat, maar die als laatste aan de beurt komt, is Joris Houtman. Hij is van de MBSO. Hij zal het webinar afronden met zijn inhoudelijke kennis over Frankrijk. Maar we beginnen met Martin Mulder. Want hij heeft vooral de praktijk kennis, want hij doet al zaken met Frankrijk. En dat doet hij vanuit zijn familiebedrijf Rhinos uit Genemuiden. Martin, goedemorgen. Goedemorgen, Tom. Ja, ik zei het al. We beginnen met jou. Dat doen we normaal, zou je zeggen. Althans, in voorgaande webinars begonnen we altijd met het inhoudelijke verhaal en gingen we daarna de praktijken toetsen. In de voorbespreking zei ik al van, het is volgens mij veel leuker om dit keer eens te beginnen met het praktijkverhaal. Want jullie hebben helemaal je eigen pad moeten effenen toen jullie als Rhinos naar Frankrijk gingen. Daar gaan we het over hebben. Maar voor de mensen die het niet weten, wat doen jullie? Wij zijn een familiebedrijf in Genemuiden. Genemuiden is de bakermat van de matten- en de tapijtenindustrie. Een van mijn voorvaders, vier generaties terug, begon zoals velen in het dorp met het maken van matten. En wij staan op de schouders van onze voorouders. Wij zijn een specialist in de fabriek, in de productie en distributie van entreematten. Waarbij je dan vooral de matten moet voorstellen die je in een hotel ziet, in een restaurant, op het vliegveld, op kantoor. Dus wij richten ons op de professionele markt, meer dan op de huishoudelijke markt. Maar ook af en toe komt er wel een product van ons in een huishouden terecht. Dus misschien wel bij jullie voor de deur. Ja, dus het is niet zo dat we allemaal onbewust een stukje van jou in huis hebben liggen. Zo is het wel met Frankrijk. Ik denk dat er weinig mensen zijn die nog nooit in Frankrijk zijn geweest. We hebben allemaal wel een ervaring met het land en de inwoners.
Maar je zei het al, of ik zei het al, jullie zijn zaken gaan doen met Frankrijk. En in de voorbespreking hadden we het erover dat jij wel eens de vraag krijgt, ja, waarom, Martin, is het jullie nou wel gelukt en waarom lukt het mij nou niet? Heb je daar een eensluidend antwoord op? Waarom is het jullie wel gelukt en anderen niet? Ja, weet je, de simpele versie is dat we aangehaakt zijn bij een bestaande partij. Wij hebben 30 jaar geleden, denk ik, toen ik net van school kwam, ben ik voor een stage naar het buitenland gegaan. Nou, daar leek mij Frankrijk wel leuk en ik dacht, ik spreek goed Engels, dus waarom zou ik niet naar Frankrijk gaan? En toen ik daar bij het bedrijf waar ik stage liep, toen ik daar een half jaar werkte, toen zeiden de eigenaren van, goh, je vindt hier nu een beetje je weg, is het geen idee dat jouw familie, dat jullie ons bedrijf overnemen? En op die manier zijn wij in Frankrijk begonnen. Dus de simpele manier is om te zeggen, van, er was een bestaand bedrijf wat wij gekocht hebben. De langere versie is dat het met vallen en opstaan is gegaan. Ik ben daar gaan wonen. Ik heb gedacht van, wij zijn Nederlander, wij doen de dingen anders. Dus wij gaan bij dit bedrijf gaan we de dingen ook veranderen, de cultuur veranderen. En ik ben er in de loop van de tijd achtergekomen dat je niet moet proberen om jouw Franse partner of jouw Franse bedrijf of wat je dan ook gaat doen in Frankrijk, om dat naar jouw hand te zetten, maar dat je beter kunt aanpassen aan de gewoontes en de tradities van de Fransen, want dan kom je het verste. Exact. En dat aanpassen aan die gewoontes. Nou, we gaan met jou het praktijkverhaal doorlopen. En we gaan het proberen stapje voor stapje te doen. Wat heb je nou allemaal ondervonden? Waar ben je tegen aangelopen? Nou, even voor de mensen thuis. Ja, we doen zo'n webinar natuurlijk via een bepaald kanaal, zenden we het uit. Maar we nemen het op vanuit een Teams-omgeving. Hè? Dus ik communiceer met de mensen via Teams. En dat gebeurt op een ander scherm. En toen jij zei, ik kwam van school, ik ging stage lopen, want ik sprak een beetje Engels. Dus ik dacht, nou, dan red ik het wel met Franka. Toen zag ik alle andere mensen in de Teams-omgeving een beetje hun wenkbrauwen fronsen, zo van, Engels spreken in Frankrijk, taal, het is een uitdaging. Red je het met Engels? Want mijn ervaring is, in ieder geval een heel aantal jaar geleden, werd er niet zo goed Engels gesproken in Frankrijk. Nou ja, nog niet, moet ik zeggen. Dus je redt het inderdaad in Frankrijk niet als je de taal niet spreekt. Toch ging ik er naartoe met mijn HAVO Frans. Ik had het zelfs laten vallen, geloof ik, in de vierde klas. En ja, wij hebben het idee, denk ik, als Nederlanders, dat wij heel taalvaardig zijn en daar een heel eind mee komen. Ja. Alleen in Frankrijk liepen we direct tegen een gigantische barrière op. Ik kwam stage lopen in een bedrijf waar ik een aantal opdrachten zou gaan doen. En de enige persoon die binnen het hele bedrijf die Frans sprak, was de secretaresse en die werkte part-time. En ja, de rest van de dag, als ik mijn informatie wilde hebben, ja, de mensen keken me aan op het moment dat ik in het Engels tegen ze begon, zo van, daar heb je die buitenlander, waar heeft hij het over? Maar dat was ook in het weekend, als wij ons brood gingen kopen of als we een kaartje wilden kopen bij de cinema. Overal waar je in het Engels begon, daar slaan de Fransen dicht. Is misschien ook wel even een bruggetje, Twan, naar wat je net zei in de inleiding. We hebben ooit een minister gehad, ik geloof dat ze Jorisma heette. Die zei van, het is een prachtig land, maar er moeten geen Fransen wonen. Bij Nederlanders, en ik zelf ook, ik had in het begin het idee van, wat zijn die mensen stug? Ja. Ja, ik doe mijn best, ik spreek ook niet mijn eigen taal. Ik doe in het Engels, dat is dan misschien toch onze gemene deler. En ik zie mensen dichtslaan. En ik denk dat dat hetgeen is wat wij ook heel vaak zien. Wij denken, Fransen zijn stug, moeilijk toegankelijk. Maar Fransen voelen zich geconfronteerd met iemand die niet in hun taal spreekt. En dan denken ze van, jij bent misschien mijn meerdere, je kunt meer dan ik. Ik ben de underdog. Mijn ervaring op basis van heel lange ervaring dat ik die conclusie heb getrokken. Even een disclaimer. Mijn uitspraken zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is puur mijn waarheid. Nee, jongens, maar ook niet overigens. Nee, maar ja. Op het moment dat je de Fransen wel in hun eigen taal kunt benaderen. En dan kan je vertellen, je kunt heel snel Frans leren als er niks anders is in je omgeving dan Frans. Dan na een paar maanden dan spreek je het gewoon. Want je kunt niet anders en anders dan verhonger je bij wijze van spreken. Op het moment dat je vervolgens, hoe gebrekkig ook, je best doet om in hun taal ze te benaderen. En dat mag best heel gebrekkig zijn, maar dan denken ze van, hij doet moeite. Hij heeft respect voor onze taal. Respect is denk ik ook een woord waar we wel even op terug moeten komen. En dan zijn ze in één keer heel toegankelijk. En is het gewoon, ja, ze zijn gewoon hele toffe mensen. Dus die observatie van, zijn stugge mensen, zijn geen prettige mensen om mee te werken. Die deel ik niet, maar die heb ik in het begin ook wel even gehad, dat beeld. Dus het begint al met stap 1.
leer de taal. Want dat is misschien wel gewoon de basisvoorwaarde. Ja, is echt de basisvoorwaarde. Je kunt geen zaken doen in Frankrijk zonder relatie. Ik bedoel, allerlei gewoontes. Je moet met de mensen uit eten gaan. Je moet dingen met ze gaan ondernemen. Je moet je verdiepen in hun cultuur en dergelijke. Dat lukt gewoon niet anders dan hun taal spreken. Hoe gebrekkig ook, maakt echt niet uit. Je hoeft niet vloeiend Frans te spreken in het begin. Heeft zelfs de charme. Als je accent hebt, vinden ze allemaal prachtig. Maar je doet je best om je te verdiepen in hun cultuur, hun taal. En dan zijn ze in één keer open. En dan vinden ze het ook wel een stukje charme hebben dat je met je lek en gebrek je best doet. En dan zal het dus niet zo zijn dat je ontdekt dat het geen stugge Fransen zijn, maar dat het Fransen zijn die juist eerder in de bescheiden rol zitten. Maar je komt, zoals je zelf al zegt, in een cultuur terecht die misschien wel heel erg Nederlands oog, maar hij is echt wel anders. Hij is Zuid-Europees. Hoe heb jij die cultuur in Frankrijk ervaren? Op verschillende manieren. Ik zei net al vallen en opstaan. Een half jaar nadat ik daar was, heeft mijn familie het bedrijf waar ik stage liep gekocht. En werd ik in één keer van een stagiair, werd ik de representant van de familie die daar de leiding had. Die daar de eigenaar was geworden. En ik dacht in mijn onschuld van dan gaan we ook wat dingen veranderen. Wij doen dingen in Nederland anders. En ik merkte dat je heel gauw tegen heilige huisjes aanschopt. Er was pauze van 2 uur tussen de middag. Ik denk, hoe kun je in vredesnaam in een omgeving waar je gewoon zaken moet doen overdag, hoe kun je van 12 tot 2 de heleboel dicht doen? Dus ik dacht, daar ga ik ze wat aan veranderen. We hadden op dat moment nog een stukje productie in Frankrijk. Er was tussen de middag, kwam er een restaurant van buiten, die kwam eten brengen. En die zetten daar flessen wijn bij op tafel. Ik dacht van no way, dat gaan we afschaffen. Alcohol tussen de middag en mensen die 's middags nog weer aan de machine moeten staan, dat doen we niet. En gelukkig dat de vorige eigenaar nog een aantal jaren bedrijfsleider is gebleven. Die zei, Martin, kijk uit wat je doet. Observeer eerst eens een paar jaar wat er hier gebeurt. Want als jij dit soort dingen nu al vanaf het eerste moment als nieuwe eigenaar gaat doen, je ligt eruit. Je krijgt nooit meer draagvlak. Je krijgt niet de dingen voor elkaar die je voor elkaar wil krijgen. Accepteer dat de dingen hier zo zijn. En probeer geleidelijk aan eens wat dingen te veranderen. Maar ga echt niet aan dit soort, ik dacht futiliteiten hoor, maar kennelijk toch heel sterk en belangrijke dingen. Een pauze van 2 uur tussen de middag en een glaasje wijn drinken tussen de middag. En sommigen gingen gewoon een paar uur weg. Anderen bleven in de kantine. Dat was gewoon een verworven recht en dat was een gewoonte en een traditie. En ze hadden het gezellig. En ik heb op een gegeven moment gemerkt van ik moet mij daar dus gewoon in gaan mengen. Ik moet ook niet denken, dan ga ik mijn broodje in mijn hoekje opeten. Want dan blijf ik die buitenstaander. Ik moet daar gewoon tussen gaan zitten. En die omslag om dat te leren, om 2 uur lang tussen de middag over andere dingen te praten. Want denk dan ook niet dat je het gaat hebben over, zullen we het dus over zaken hebben. Nee, je hebt het dan over wat je in het weekend hebt gedaan. Hoe het met je kinderen is en weet ik het wat. Je moet je openstellen, je moet je gereserveerdheid laten vallen. En je moet ook gewoon aan de tafel niet denken van ik ga alleen met mijn buurman praten. Maar je moet gewoon het woord durven nemen aan de tafel. En 10 mensen aan je lippen hebben hangen. Dat moet je gewoon durven. Ik vond dat vreselijk in het begin. Maar dat is wel de manier om draagvlak te krijgen en om de mensen mee te krijgen. En om één te worden met de Fransen. Maar wat mooi, omdat je dus, en zeker de mensen die wat vaker in Frankrijk komen, zullen echt wel dat beeld van stugge Fransen achter zich laten. Want als je inderdaad in staat bent om je te mengen onder het volk, dan zal je ervaren dat het niet zo is. Maar jij komt zelfs met een andere. Jij zegt, je moet dingen van jezelf laten varen. Je moet het podium durven pakken. Dus het is juist misschien wel het tegenovergestelde van stug. Het is juist heel erg, stel jezelf open, durf jezelf bloot te geven. En dat moet je misschien als Nederlander wel een beetje leren. Nou, je moet wel wat veren afschudden. Ja, hè? Ik moet zeggen, wij hebben wel geleerd van de Fransen. Ik kom uit een hele, ik kom uit Genemuiden, dus schaam ik mij niet voor. Het is een prachtige omgeving. Maar best een Calvinistische omgeving, hè? Zoals wij Nederlanders, of we nou christen zijn of niet, toch wel allemaal wat Calvinistische trekjes hebben. De dingen die we doen moeten nut hebben. Ja. En we moeten efficiënt werken en het moet snel. En daar heb ik wel heel wat van moeten laten varen. Want als je dat vasthoudt, en ik denk dat Joris daar ook nog wel wat over kan vertellen. Als je denkt van wij kunnen op onze Nederlandse manier, kunnen we daar in Frankrijk zaken doen. Dat gaat je echt niet lukken. Maar ik heb ook gemerkt, dat er zitten best wel leuke kanten aan. Weet je, eten en drinken boeide mij op dat moment niet zo.
Nou, je kunt niet een paar jaar in Frankrijk wonen en nog steeds zeggen van nou wijn en eten, dat boeit me niet. Dan kom je gewoon niet verder. Je moet over eten kunnen praten. Je moet mensen thuis kunnen uitnodigen als je een stapje verder wilt. Dan nodig je ze thuis uit. Je kunt echt niet zeggen kom vanavond om 8 uur koffie drinken. Zoals je dat misschien in Nederland zou doen. Maar dan kom je echt geen stap verder. Als je vrienden wilt hebben, los van je werk. Als je een relatie op wilt bouwen met mensen. Dan ga je met ze eten en dan nodig je ook een keer thuis uit. Om jezelf bloot te geven en wat andere gesprekken te hebben. Nou, dat hebben we moeten leren. Dat kenden wij niet als Nederlander. Misschien kom ik ook uit een wat behouden nest, zeg maar. Maar dat heb ik moeten leren. Maar op een gegeven moment krijg je ook de ommezwaai. Dat je denkt, het heeft ook hele mooie kanten. We hebben hele mooie gesprekken aan tafel. Het gaat misschien niet altijd over zaken. Misschien willen wij veel directer to the point komen. Maar ook juist dat interesse tonen in elkaar. En ook wat meer van elkaars omgeving en familie en relaties en dergelijke achtergrond kennen. Dat heeft ook wel wat. Dat heb ik wel geleerd, dat het ook zijn charme heeft. En het heeft zijn charme om je weg te vinden, ook privé. En voor jou was het natuurlijk ook belangrijk. Jij woonde daar, je leefde daar. Dus je moest überhaupt je weg daar vinden. Welke voordelen heeft het voor jou in de zakelijke omgeving? Dus stel, je bent helemaal niet van plan om daar te gaan wonen, maar wel dat zaken doen. Wat levert het dan op het moment dat je meegaat met die Fransen? En waarom doen die Fransen dat wat ze doen? Kun je dat inmiddels verklaren? Nou, ik denk dat mensen, dat Fransen doen sowieso heel graag zaken met Fransen of mensen die zich voordoen als Fransen. Ik bedoel, ik ben een Nederlander en dat vertel ik ze ook, maar ik heb wel een Frans bedrijf. Dus ze hebben het idee dat ze, wij zijn een Nederlandse fabriek, maar ze hebben wel het idee dat ze met Franse zaken doen. Onze mensen op kantoor zijn ook allemaal Frans. Daarnaast denk ik dat een Fransman, en dat woord heb ik net ook al gebruikt, die heeft behoefte aan respect. Wij Nederlanders, sorry dat ik steeds wij Nederlanders zeg, want het waren mijn valkuilen. Ik generaliseer gewoon doen. Ik heb het over mezelf. Ik had heel snel de neiging om iemand te gaan tutoyeren. En om heel directe vragen te stellen en hele directe opmerkingen te maken. Nou, dat waren wel mijn valkuilen. Daar zag ik gewoon fysiek de reactie bij anderen. Van hey, hoe durf jij mij te tutoyeren? Dat moet ik je vragen, want ik ben ouder dan jij. Dus jij gaat niet als jong broekie mij tutoyeren. Tenzij ik na een aantal weken, een aantal maanden, misschien soms na een paar jaren tegen je zeg van hey, we kennen elkaar nu zo goed, zullen we tutoyeren? Ja. En als je dat zelf dat initiatief neemt, ik had dat heel snel de neiging, want in al mijn omgeving op dat moment spraken we in de jij-vorm. Ja, dan zie je wel dat. Hoe klein dat ook lijkt misschien, dat een soort kloof brengt. Ja, nou zijn jullie een internationaal opererend bedrijf. Jullie doen ook zaken met Duitsland. Duitsland hebben we eerder de revue laten passeren in een webinar. Ook daar zie je de beleefdheidsvormen. Is dat vergelijkbaar? Zijn het de Duitse beleefdheidsvormen zoals we die kennen? Is dat dezelfde beleefdheidsvorm als in Frankrijk? Of gaat die dieper of anders? Ja, dieper. Ik denk dat hij heeft ook een relatie met hiërarchie. Ik heb ook heel erg moeten ontdekken dat binnen elk bedrijf best wel een stukje hiërarchie zit. Hè? En dat je moet vragen op het moment dat je met iemand aan tafel zit van wat is jouw rol in het beslissingsproces en wie zijn er nog meer om je heen? Je kunt het maar zo meemaken dat je een paar uur met iemand aan tafel zit en dat je denkt van hé, dit is eigenlijk de portier waar ik mee zit te praten. Dit is helemaal niet de beslisser, bij wijze van spreken. Die persoon kan zich voordoen als heel belangrijk, maar uiteindelijk helemaal niet de beslisser zijn. En je moet die hiërarchie in een bedrijf, die moet je leren kennen. Maar Fransen zijn daar wel heel gevoelig voor hiërarchie. Dus het is denk ik dat respect en die beleefdheidsvorm van tutoyeren of fouvoyeren, is het in combinatie met ook respect voor de hiërarchie die er is. Ja, en dan zijn wij Nederlanders zijn recht op ons doel af. Tenminste, we gaan lekker generaliserend, hè, maar daar vinden we dat we bekend staan. We willen zaken doen, we willen handel drijven. We zijn direct. Hè. We zeggen denk ik wat we vinden. Wordt dat gewaardeerd in Frankrijk? Nee. Die manier van zaken doen? Nee. Nee, als je denkt dat je in Frankrijk snel zaken kunt doen, dan denk ik dat je voor een ander land moet kiezen. Fransen moeten je echt leren kennen en een relatie met je opgebouwd hebben. En dan kun je echt heel mooi, langdurig, loyale klanten hebben. Maar het gaat niet alleen om klanten, het gaat ook om andere stakeholders waar je mee omgaat. Of het nou
een gemeentehuis is waar je vergunning van moet hebben of wat dan ook. Denk niet van ik kom binnen en ik heb in een half uur heb ik mijn antwoord. Nee, zorg ervoor dat je eerst een relatie opbouwt met de mensen en dan kom je het verste. Weet je, dan willen ze ook wat voor je doen. Frankrijk is een bureaucratisch land. Dat kan je enorm in de weg zitten als de mensen je in de weg zitten en denken ze van daar heb je weer zo'n stomme Hollander, we zullen hem eens dwars zitten. Mm-hmm. Dan kan het echt ontzettend lang duren. Op het moment dat je daar niet tegen verzet, maar juist probeert van hoe krijg ik deze meneer aan mijn kant en hoe laat ik hem zien dat ik hem respecteer. Ook al is het gewoon een ambtenaar op een laag niveau, maar je moet hem wel voorbij, zeg maar, om verder te komen. Respecteer hem, schoffeer hem zeker niet, geef hem zijn respect, daar kom je het verste mee. En dan, je refereert er zelf net al aan natuurlijk, hè, dat je uit Geenemuiden komt, christelijke inborst, dus respect en mensen accepteren zoals ze zijn, dat zit waarschijnlijk ook in jou. Aan de andere kant, je bent en werd als stagiair en toen ineens eigenaar, althans vooruitgeschoven post namens de familie. Je moest ook gewoon dingen realiseren. Dus leuk, je moet een relatie opbouwen. En leuk, je moet zorgen dat je respect voor ze hebt en bescheiden je op kunt stellen. Maar er moest ook gewoon handel bedreven worden. Er moest geld verdiend worden. Dus het was, je had ook doelen te halen. Waar ben je echt gigantisch op je snuffert gegaan? Door het snel te willen. Want wij hebben een concurrent overgenomen waar ik stage liep, die produceerde. En wij hadden het idee van hoe sneller we daar de productie afbouwen en naar Geenemuiden halen en concentreren, hoe meer geld dat oplevert en hoe succesvoller we zijn. En daar liep ik toch wel tegen vakbonden aan. Hè. Vakbonden hebben in Frankrijk best nog wel een sterke positie, maar ook gewoon tegen een muur van weerstand binnen het bedrijf. Van hey, dus je bent toch wel die buitenlander die hier even alles komt veranderen en ons hele bedrijf gaat omturnen. En ik heb moeten leren dat als je verder wilt met de mensen die overblijven en je wilt ze niet allemaal tegen je hebben, dan moet je misschien accepteren dat je het in stapjes doet. Dat je dingen in stapjes doet, dat je niet meteen je doel realiseert. We hebben er jaren over gedaan om de productie daar te stoppen. We hebben dat bij wijze van spreken machine voor machine gedaan. Van nou, weer is een machine afgeschakeld, weer is een machine afgeschakeld. En zo langzamerhand hebben we uiteindelijk het bedrijf ervan gemaakt wat we wilden. Want het is puur en alleen nu nog confectie en distributie. Dus we veranderen nog wat kleine dingen aan de producten die we maken in de fabriek Geenemuiden. Maar 95% van de productie vindt in Geenemuiden plaats. Het is alleen nog een stukje conversie in Frankrijk. Ja. Dat afbouwen van die productie, wat ook arbeidsplaatsen kostte en wat ook betekent dat we in een kleinere huisvesting gingen, hebben we stapje voor stapje gedaan, hebben we jaren over gedaan. Terwijl het eigenlijk misschien de familie en ikzelf in eerste instantie ook het idee hadden van nou, hoe eerder, hoe beter. Toch denk ik dat het verstandig is geweest dat we er jaren over gedaan hebben en stapje voor stapje hebben gedaan. Want we hebben wel heel loyale mensen. Ik heb nog steeds mensen waar ik toen zeg maar mee werkte, die er nu nog zijn en die het prettig vinden om met ons samen te werken. Dus kennelijk hebben we het wel goed gedaan. Ja, en dan ga ik hem natuurlijk proberen te vatten in soort tips en trucs die je hebt. Maar zeg jij het succes om succesvol in Frankrijk te zijn, ga voor een lange termijn doel en niet voor short terms? Absoluut. Absoluut. Als je denkt dat je heel snel iets kunt bereiken, hè, bedoel, dat is ook onze directheid, direct to the point. Wij spreken het eerste gesprek al proberen af te dingen op een prijs of wat dan ook. Het is gewoon not done en je zult merken dat je een stuk weerstand hebt. Het is misschien wel leuk om te vertellen dat wij inmiddels zeg maar ook wat collega's in Geenemuiden die gezegd hebben van goh, waarom lukt het ons nou nooit in Frankrijk, waarom lukt het jullie wel? Nou, dat hoef ik ze dan niet allemaal te vertellen, want het is juist leuk dat wij dat unique selling point hebben. Maar die hebben gezegd, van, wil je het ook voor ons proberen? Wil je dan ook onze producten gaan verkopen? Dat zijn we gaan doen. En dus we verkopen ook voor wat collega-fabrikanten nu producten in Frankrijk. En het lukt ons wel. Maar die bedrijven hebben inderdaad, die hebben het geprobeerd door er af en toe keer naartoe te gaan. En te denken van, goh, ik ben er nu twee keer geweest. Nu nog geen order. Ik laat het weer lopen. Ja. Terwijl, ja, die snelheid van zaken doen, dat lukt je daar gewoon niet. Nou, dus ga erin. Ga in onder die huid zitten. Maak die relatie. Leg die loyaliteit. Wees die bescheidenheid. Spreek de taal. Doe mee aan die gebruiken en culturen. En ga voor die lange termijn. Je noemde het al. Het is ook een bureaucratisch land. Zijn wij ook in Nederland wel overregeld, wordt soms eens gezegd. Maar kun je in Nederland voorbereiden op die bureaucratie? Kun je dingen doen om daar goed op voorbereid te zijn?
Dat vind ik een lastige vraag. Weet je, ik had gelukkig... We hebben een bestaande organisatie gekocht. Hè, dus ik had wel in één keer een team. En ja. ik wilde dingen realiseren en werd door het team om me heen dan heel snel... Ja, maar dan moet je wel even met de burgemeester gaan praten, want dat kan niet meer zo. Je kunt niet meer zo hier iets veranderen aan je gebouw of wat dan ook. Of een weg verleggen of wat dan ook om wat manoeuvres rondom je distributiepand gemakkelijker te maken. Ga eerst met die... En dan dacht ik met de burgemeester praten. Wat is dat dan voor onzin, die burgemeester? Maar dat gaat er niet over. Ja, nee, maar dus... Ja. Dat is toch, dat is ook een stukje... Kijk, die bureaucratie is misschien vergelijkbaar naar Nederland... maar daar je weg in vinden... gaat wel weer dezelfde manier als met andere stakeholders... of nou klanten of leveranciers of wat dan ook zijn... of banken of waar je ook maar mee werkt. Je moet een relatie opbouwen. Dus zelfs met die burgemeester. Als die burgemeester... als je hem respecteert en je hem laat merken... en je gaat hem niet voorbij... je doet niet maar zo dingen zonder even met hem te overleggen... en je hebt hem aan je kant... kom je opnieuw het vergste. Ja. Als hij het andersom merkt, ik weet niet of jullie daar dingen van lezen in de krant. Ik las een heel aardig stukje over in de omgeving van Parijs, waar volgens mij een Belg een ontdekking heeft gedaan. Een fragment heeft ontdekt in een bos waar Van Gogh ooit geschilderd heeft. En die heeft daar een hek omheen gezet. En de burgemeester die dacht van, ja, had je mij eens moeten vragen? De burgemeester heeft het hek op slot gedaan, dus kan niemand meer bij. Nou dat vind ik echt een voorbeeld van... Of je neemt iemand mee en je respecteert dat iemand daar dus een rol in heeft. Ook hoe groot je de onzin misschien ook vindt. Of je hebt hem tegen je. En dan kan het ontzettend lastig worden om de dingen weer om te buigen in je voordeel. Ja, het is, je moet zorgen dat je medestanders krijgt. Loyalisten krijgt die met jou gezamenlijk de uitdaging aan willen gaan. En ik uit je verhaal maak heel erg op. Tuurlijk, ze laten zich wel sturen. Maar je moet niet voor de troepen uit gaan lopen. Want dan ben je ze, kwijt. Ja. Ik heb uiteindelijk geleerd van, en dat is misschien niet een tip die je iedereen kunt geven, maar uiteindelijk kan ik nu het feit dat ik een Nederlander ben, ondanks dat ik denk dat ik na 30 jaar hun cultuur snap en bijna een halve Franse ben, ik doe me nog steeds voor als die domme Nederlander. Dat geeft een stukje charme en daar kom ik heel ver mee. Ja. Als ik aan het begin van het gesprek zeg van, je zult wel aan me horen, ik spreek jullie taal niet zo goed, dan vinden ze prachtig. Want dan hebben ze het idee van, oké, dus je doet je niet dominant voor. Je doet je een beetje als een buitenlander in dit land voor. Maar je spreekt mijn taal en je lijkt het toch best allemaal goed te weten. En het is bij mij inmiddels een wapen geworden om mijn doel te bereiken. Ja, exact. En dan toch nog even daar naartoe. Maar is dat dan omdat zij zich superieur willen voelen en niet accepteren dat een ander dat is? Of is het van, oh gelukkig, jij bent de underdog, dus ik mag ook mijn onhebbelijkheden hebben? Nou, ik denk niet dat Fransen willen dat ze superieur zijn. Maar ze willen niet het gevoel hebben dat ze de underdog zijn. En ze willen op een gelijk level willen staan. Maar ze willen ook zeker dat je laat merken dat je hun respecteert. En begrip hebt voor hun tradities en hun gewoontes. En dat je daar respect voor hebt. Mooi. Hey, nou is Frankrijk, hè? Ik zei het al. Het is het land of het land van de mode. In ieder geval het land van de romantiek. Wat vind jij nou het allermooiste aan de Franse cultuur als het gaat om zaken doen? Maar als het gaat om de cultuur van zaken doen, wat vind je daar nou het allermooiste van, die Fransen? Ja, dat is toch de joie de vivre. Dat klinkt misschien als een cliché, maar dat is voor mij vanuit mijn afkomst behouden, Genemuiden, in een Frans land waar ik eerst echt wel tegen barrières opliep. Toch in de loop van de tijd dat ik daar woonde en dat ik daar zaken doe, ontdekken van dat heeft ook hele mooie kanten. Dat je gewoon dat werken niet alles is en dat er ook de sfeer eromheen wel in dienst staat van het werk. Maar dat het niet alleen om werken gaat. Ik denk dat heb ik moeten leren en daar heb ik toch charme wel van ontdekt. Dus dat vind ik er de mooie kant van. Ja, dat is ook misschien wel lastig. Wij hebben denk ik minder leren genieten. Nou ja, dat ik denk dat heel Zuid-Europa daar wat sterker in is dan wij in het noorden. Klimaat is misschien ook wat beter. Maar ik denk wel dat wat ik er erg mooi aan vind, is dat Fransen genieten veel meer en hebben. Nou ja, hebben maar, naast. Maar gaan we lekker een mooie brug, Martin. Want zonder dat jij het weet, want jij kunt niet zien wat Britt Even op dit moment doorgeeft. Maar die noemt van ja, wij gaan elk jaar naar Frankrijk op vakantie. En dan merk ik dat er best wel verschillen zitten tussen Noord en Zuid- en West-Frankrijk. Jij noemt net zelf al, hè? Het is het zuiden bij het noorden. Maar Frankrijk is heel groot. Zit er verschil in dat land?
Nou, weet je, het is denk ik een geleidelijk proces. Want een deel van wat ik nu zeg kun je ook op Belgen transporteren, denk ik. Mm-hmm. En ik denk dat naarmate dat je verder naar het zuiden komt, dat het misschien ook sterker is wat ik zeg. Maar zodra je de grens over bent, we zijn begonnen in Lyon, waar we onze concurrent hebben overgenomen. En we hebben een aantal jaren later hebben we een distributiecentrum vlak over de grens, omdat dat handig was, in de buurt van Nederland geopend. Dus ik heb ook een team in Lille. Nou, bedoel, je bent 5 minuten over de Belgische grens en dan ben je al bij ons distributiecentrum. Ja. Ja, ik moet zeggen dat hetgene wat ik zeg toch ook wel voor 90% zeg maar, van toepassing is op de Noordelingen. Tuurlijk, er zit ook er zijn ook hele mooie films over gemaakt in Frankrijk. De Zuiderlingen kijken naar de Noordelingen alsof die nou ja, bijna een aantal Nederlandse trekjes hebben, zeg maar. Maar ik vind dat zodra je de grens over bent, toch het grootste deel van wat ik nu vertel over wat ik ontdekt heb, zeg maar, toch wel van toepassing is op alle Fransen. Exact. En dan gaat het dus over. Hè, maar even weer samenvat. We moeten de taal spreken. Dus wie was het? Even kijken. Erik die vroeg van ja, wordt er eigenlijk wel voldoende Frans gegeven op scholen? Nou, ja, kijk zelf. Hè, hoe goed spreek je nog Frans? Huisstaande keuken. Frans komen we denk ik nog een eind mee. Maar Frans spreken is wel belangrijk. Dat is een tip die we meegeven. Ga voor het lange termijn doen. Verdiep je echt in de cultuur. Snap de cultuur. Hè? Dus niet alleen maar denken, oh, ik vind het mooi, maar snap ook waarom de mensen het doen, is een belangrijke tip. En hè, begrijp waarom. Begrijp waarom de Fransen zaken doen zoals ze dat doen en durf je daaraan aan te passen. Doe je dat niet, ga je voor de troepen uitlopen, dan gaan we nou ja, in ieder geval de bietenbrug op en zul je niet, verwachten we, succesvol zijn in Frankrijk. Uitzondering daar gelaten. Maar de relatie, daar wil ik toch nog even naartoe, want we zitten in een tijd waarin het allemaal snel gaat. Social media, we moeten alle kanten op. Facebook, Twitter, nou, verzin het maar. Hoe gaan die Fransen daarmee om? Want dat is ook een vorm van relatie leggen. Maar hoe doe je dat dan? Nou, de Fransen gaan er wel in mee. Maar ik denk dat je in heel veel dingen toch wel kunt zeggen dat Fransen redelijk traditioneel zijn. Dus niet vooroplopen op dat gebied. Ik bedoel, wij zijn met ons bedrijf zijn we ook actief op LinkedIn en op allerlei social media. Maar het staat nog in de kinderschoenen. En ik denk dat het vergeleken met de rest van Europa misschien wel een stukje achterloopt. Ja, ik denk dat je wel kunt constateren dat de Fransen toch vanuit een traditie komen, waardoor dat soort dingen wat minder snel gaan. En daarmee zeg je dat de beste manier om Fransen te bereiken is altijd met de warme hand? Absoluut, ja. Face-to-face contact, aanpassen aan hun respect hebben, ja. Hey, wij zitten nu natuurlijk niet op een verjaardag. Sterker nog, jij bent op dit moment op rondtour door Frankrijk heen. Maar stel, wij zouden live tegenover elkaar zitten, fysiek een biertje in de hand. Dat was ook een beetje de sfeer waarvan we gezet hebben. Nou, de rode wijn, laten we het op z'n Frans houden, met een rode wijn in de hand. Ik ben die ondernemer die graag naar Frankrijk wil. En ik ga jou uitvragen met, maar hoe ben ik nou succesvol, Martin? Heb je al je tips gegeven die je zou willen geven aan ons ondernemers die graag naar Frankrijk willen? Ja, misschien nog eentje erbij. En ik heb aan het begin gezegd van, je zei van waarom zijn jullie succesvol? Ik zei omdat we konden aanhaken bij bestaande partijen. Sterker nog, die hebben we gekocht. Ik denk dat wel, als je toch snel iets wilt, dat het wel goed is om de markt te verkennen en te denken, is er op de Franse markt al een speler die erg op mij lijkt? En die de dingen doet die ik graag zou willen doen in Frankrijk. En kan ik daar niet bij aanhaken? Ik denk dat dat een snellere manier is dan om helemaal blanco in Frankrijk te beginnen. Ik moet er niet aan denken dat wij niet zeg maar, al een structuur hadden met toch een team mensen die mij konden vertellen hoe het werkt in Frankrijk. Als je dat echt allemaal, hè, ondanks dat team om me heen, zeg ik welke valkuilen er voor mij geweest zijn. En hoe ik te snel wilde en hoe ik teruggefloten werd en weerstand ontdekte en dergelijke. Maar toch, ik had wel een team om me heen die af en toe zei van Martin, even onder vier ogen, maar misschien moet je daar toch nog eens wat anders naar kijken. Ik denk dat het prettig is dat je aan kunt haken bij een partij die het land kent. Als je helemaal op eigen houtje dat land moet gaan verkennen en ontdekken en je eigen weg vinden. Ik denk dat het een hele lastige dobber is. Een lastige dobber. En daarmee, bewust of onbewust, leg je weer een mooie brug naar de volgende spreker. Joris Houtman. Martin, onwijs dankjewel. Ik zei het in de voorbespreking al. Het is leuk om te zien hoe je
ogen beginnen te stralen als je vertelt over jullie ervaringen in Frankrijk. Dankjewel. Goede rondreis verder langs waar je op dit moment mee bezig bent. En dankjewel nu voor jouw bijdrage. Misschien op het einde kom ik nog even bij je terug, afhankelijk van de vragen. Maar nu, Joris, kom ik bij jou. Joris Houtman, directeur van de MBSO. Even heel kort, MBSO, wat doen jullie? Eerst, waar staat het voor? Netherlands Business Support Office. Dus we zijn er voor Nederlandse bedrijven te ondersteunen op de Franse markt. We zijn niet alleen. We hebben een heel netwerk. Dus we werken samen met RVO, dus Rijksdienst voor Ondernemen, die in Nederland zijn. Die samenwerken met de RONS, met OCNL, met jullie opdrachtgever van vandaag, met de bank en zo verder. Dus we zijn in Frankrijk, in Parijs, de collega's ambassade. In Nantes, NBSO Nantes voor de Westkust. En wij zijn in Lyon voor Zuidoost. Dus economisch gezien. En waar we het verschil maken, en daar gaat om, is netwerken. We hebben inderdaad een lokaal netwerk voor bedrijven. Om inderdaad, als je via, je kan het inderdaad zoals Martin doen. En dan doen heel veel Nederlanders en doen dat heel goed. En als je iets sneller wil schakelen, dan kan je eigenlijk beroep doen op NBSO. Dus om lokale contacten te hebben en oplossingen te vinden. Ja, nou is het natuurlijk bewust dat we hiervoor gekozen hebben. Hè? Want Martin heeft met zijn bedrijf het pad helemaal zelf ontdekt. Ze waren niet aangehaakt bij MBSO. Het kan wel. Je kunt natuurlijk naar jullie toe komen en zeggen, nou kom op, ik heb hulp nodig. En dat adviseren jullie natuurlijk ook, dat snap ik heel goed. Eerst wil ik even naar, hoe groot is nou Frankrijk? Hè? We weten topografisch gezien hoe groot het is. Maar Erik, die post, die zegt daarover. Ja, hij las laatst een interview. Erik, ik heb het interview niet zelf gelezen, maar ik lees je vraag even voor. En daarin stond, we lopen om de Fransen heen. Daar laten we miljarden aan business liggen. We laten ons afschrikken door de taal. Hoe zie jij dat, Joris? Is dat zo? Laten we daar echt miljarden liggen? Jazeker. Kijk, als ik even een van de belangrijke sectoren waar ik op werk, sorry, is mobiliteit en automotive. Daar doet Nederland, waar inderdaad even op terug te beginnen, waar je zei, Nederland doet het heel goed met Frankrijk. Relaties zijn heel goed. We zijn inderdaad voor de VK nu derde handelspartner geworden van Frankrijk. Dus dat is heel belangrijk. Maar inderdaad, Nederland gaat veel sneller naar Duitsland. Schakelt daar sneller omwille van taal, cultuur of inderdaad de eerste buur of grootste buurland. Frankrijk liggen inderdaad miljarden. Waar wij inderdaad het verschil in kunnen maken. En dat in automotive draait nu, het laatste cijfer is 4-5% wat Nederland met Frankrijk doet. Stel je voor, als het maar 1% meer is, is dat enorm. En waar het om gaat is, alle markten staan ervoor open. Ik heb dus Lyon, ben ik nu 2 jaar geleden dus directeur NBSO Lyon geworden. Heb ik een bedrijf geholpen, Zolemba in Nederland, die etiketten maakt. Nou, etikettenwereld in Frankrijk is 1 miljard euro. Dus geef je even aan, als je daar maar 1% van neemt, wat voor omzet je hier kan draaien. En dat is het. Het is een veel groter land dan Nederland. Nederland heeft inderdaad 17 miljoen inwoners. In Frankrijk hebben ze 60 of 66 miljoen. Dus moet je aangeven van hoe groot. Mijn regio waar ik ben, Auvergne-Rhône-Alpes, is al 2 of 3 keer zo groot als Nederland. En ja, daar wonen misschien maar 8. Grote zegt niet alles. Weet je, leuk dat het groot is. En, maar zitten ze wel op ons te wachten? Voor hetzelfde zeggen die Fransen. Joh, hartstikke leuk hoor, jullie Nederlanders. Maar met jullie producten, dat is niet wat wij willen. Kortom, zitten ze wel op onze producten en diensten te wachten? Ja en nee. Het is zo, ze hebben hier hun eigen oplossingen. Je had het over taal. De taal is heel belangrijk. Wanneer inderdaad steeds meer mensen en zeker jongere generaties spreken Engels. Maar ze hebben ook innovatie en ze hebben ook noden om inderdaad nieuwe oplossingen. Ik kan een voorbeeld geven inderdaad waar ze op wel of niet zitten te wachten. We hebben gewerkt met Renault Trucks die inderdaad hier
groot is in mijn regio, maar voor heel Frankrijk. Iedereen kent ze natuurlijk, de DAF, zou ik zeggen, de lokaal van hier. Die werden aangesproken dan dankzij Rai Automotive Industrie NL met de regio hier. En toen zeiden ze van, oh, Nederland, ja, daar hebben we nooit aan gedacht. En nu is dat 3, 4, 5 jaar geleden opgezet. En kijken ze ook naar Nederland. En zien ze daar inderdaad sparringsmogelijkheden. En andere zijn wel bekend, zoals een ASML of NXP. Dus je hebt gebieden waar Nederland innoverend is. En inderdaad snel die oplossingen naar de Franse markt kan brengen. En waar Fransen dan ook baat aan hebben. Ja, nou heb jij een aantal sheets. Je hebt drie slides zijn er voorbereid. Op een van die slides zet jij Nederland en Frankrijk neer. En dan noem je een heel groot aantal branches waarbij MBSO zou kunnen helpen. Als je kijkt naar die slide, en die komt nu ook even in beeld. Dan begin je bij agrofood en je eindigt bij de start-ups. Zijn dat de terreinen waar de Fransen hulp zoeken? Buitenlandse hulp? Ja, kijk, op agrofood is Frankrijk is een heel groot land. En die agro-kennis van Nederland is heel groot. Je hebt Wageningen. En daar kunnen ze hier nog steeds van leren. Je hebt het grote kennis in Nederland van kassen. Nederland is de eerste productie van bloemen, van paprika, van alle soorten producten die je dan wereldwijd vindt. En die kassenindustrie die is al behoorlijk gegroeid in Frankrijk, maar er zijn nog steeds mogelijkheden. En dus dat is één van de voorbeelden. Op niveau van mobiliteit hebben we inderdaad onderzoek gedaan naar waterstof. Waterstof is inderdaad nieuwe heel in verband met energietransitie. En daar hebben we koppelingen gemaakt tussen de automotive cluster in Nederland en in Frankrijk. En daar zien ze dan ook mogelijkheden. Dus ja, dan. Nou heeft Martin net zijn verhaal hè, over hoe zij het doen. Wanneer zeg jij dat de Fransen de markt voor buitenlandse inmenging openstellen? Is dat gaat als het gaat om kwaliteit? Doen ze dat als het gaat om innovatie? Doen ze dat als het gaat om technologie? Wanneer zijn die Fransen het meest bereid om met buitenlanders te gaan samenwerken in jouw optiek? Nou, wanneer is misschien een moeilijke vraag. Ik zit te denken, kijk, ik ken een heel goed bedrijf, Novos, die herstelt lithiumbatterijen. Dus of geeft lithiumbatterijen een langer leven. Opgericht in Amsterdam, sinds nog geen 2 jaar in Lyon opgericht en ook buiten Lyon. En ze hebben gewoon een unieke markt op energie en is dat heel belangrijk dat je inderdaad met je Tesla of andere elektrische auto van Noord-Europa tot Zuid-Europa komt, dan kom je langs Frankrijk. Mm-hmm. En in Frankrijk, dat is inderdaad een van de grote kansen. Er zijn 100.000, eind vorig jaar 100.000 laadpalen geïnstalleerd worden. Er zijn er maar nog steeds 45.000. Het land is heel groot, zoals je zei. Dus als je doorkruist, je kan het. Maar als je snellader wilt hebben, je hebt een goed voorbeeld met Fastnet, is nu op de A6. De A6 is inderdaad l'autoroute du soleil. Dus als je naar de zon wil, dan kom je op langs Lyon. Ja. En dan heb je dat inderdaad nodig. Dus dat zijn waar Nederland en met mijn collega's samen van de ambassade en NBSO Nant, waar we aan samenwerken op electric vehicles, dus elektrische auto's. En dat is één van de grote kansen waar Nederland een verschil kan maken. We hebben Ebusco, dus de bussen, die bezig is in Frankrijk. Die heeft net een contract binnengehaald van 80 bussen met de stad Rouen. Dat ligt buiten mijn regio, maar het is om aan te geven hoe belangrijk het is. En dus Frankrijk is in heel die transitie bezig. En op welke front ook, of waterstof of ander, ieder heeft een rol. In Nederland schakelt misschien iets sneller met innovatie. Maar dan kan inderdaad Frankrijk goed in die innovatie integreren. Waar inderdaad mijn collega's van de ambassade innovatieafdeling ook mee bezig zijn. Die schrijven dan blogs. Wat is de staat? Hoe staat het ervoor? En waar Nederlanders inderdaad informatie. Want waar wij voor zijn, is inderdaad het netwerk.
maar ook informatie. En aangeeft waar liggen nu de kansen om sneller eigenlijk te gaan. Je hebt inderdaad bedrijven die, zoals Martin heeft gedaan, over te nemen. Die zoeken naar of de overnemer uit het buitenland komt nu niet. Dat komt altijd goed en die kan dan een toegevoegde waarde geven. En Nederlands hebben die toegevoegde waarde. Maar inderdaad, je moet je niet met je houten klompen aankomen en dan gewoon doorlopen. Je moet je aanpassen. En dat is misschien het belangrijkste bericht van Martin. Als je je aanpast, dan gaan de wegen makkelijker open. Want we horen net natuurlijk het verhaal van Martin en hij heeft het gelijk aan zijn zijde, hè? Want hij heeft het geflikt. Dus alles wat hij vertelt, ja, is zijn perceptie en voor hem heeft het gewerkt. Maar onderschrijf je het, dat het inderdaad die elementen zijn die Martin benoemt, die maken of je wel of niet succesvol bent in Frankrijk? Jazeker, we zien het verschil. Wij bestaan in BC Lyon 20 jaar. We hebben bedrijven geholpen op een van de grote beurzen. Naast die van Duitsland hebben we dus Polytech, dus milieutechnologiebeurs. Daar is een bedrijf, Knapzak, begonnen toen wij begonnen zijn in 2002. En die draait nu meer omzet in Frankrijk dan waar elders. En dat is meer dan 50%. En want hij heeft een Franse aanpak. Dus hij weet hoe hij de markt moet benaderen. En dat geldt voor al degenen die succesvol zijn, of nu agrofood is, of technisch, of in mobiliteit, of ook gezondheidszorg, waar we druk mee bezig zijn, is juist die aanpassing. Als je ergens komt, dit is hetzelfde, zou ik zeggen, met sporten. Als wij als Nederlanders, wij spelen graag hockey of voetbal. En hier spelen ze dan even graag voetbal, maar ook rugby. Nou, als een rugbyman en een voetballer samen op een veld zijn, ja, dan spelen ze niet dezelfde spelregels. En stel dat Nederland inderdaad. Dat aanpassen is heel belangrijk en dat je spelregels moet kennen. Martin heeft het meeste genoemd, maar het is hier top-down. De basis is heel belangrijk. Mm-hmm. En er is inderdaad wordt gezegd dat Frankrijk is een republiek, maar wordt beheerd als een monarchie. En dat Nederland is een monarchie, maar wordt beheerd als een republiek. En dat is inderdaad misschien de slag die mijn begrip heeft gegeven van hoe zit het hier eigenlijk? En dat is inderdaad waar. De baas is hier heel belangrijk. En je moet inderdaad weten met wie je aan tafel zit. Want Fransen praten heel graag. En als je dan met niet de juiste persoon aan tafel zit, ja, dan heb je inderdaad waarschijnlijk je tijd verloren. Nu ja, dat zijn mooie woorden waar Martin ook mee had. Hij noemde het, ik ben nog altijd een beetje de domme Nederlander. Maar dat bedoelde hij natuurlijk met een hele dikke knipoog. Want uiteindelijk, als je het slim doet, dan ga je tussen de Fransen zitten. Je bent onderdeel van hen, je begrijpt hen, je doet mee met wie zij zijn. En dus laat je uiteindelijk zien dat je een slimme Nederlander bent. Maar je gaat er niet prat op. Dat is volgens mij toch het voornaamste wat er dan gezegd wordt. Zeker. En Nederlanders zijn van aanpakken, wat heel goed is. Maar dat betekent ook, dat de Nederlanders wordt aangezien van ga ik wel met een Nederlander samenwerken, want die nemen meteen over. Nou, in het geval van Martin is het een mooi verhaal, want de vraag kwam van hen. Maar ik weet dat in de hotelindustrie, in de French Riviera, dus Nice, Monaco en die regio, daar wordt ook gezien als een Nederlander ergens in een hotelketen komt, ja, dan weten ze al dat het behoorlijk gaat veranderen. Ja. Dus af en toe moet je ook weten van hoe doe je die aanpak. En je moet een zachte aanpak doen van ga met de mensen aan tafel en weet met wie je bezig bent. En ja, dat is misschien wel wat wij vaak doen. Hè? We houden als Nederlanders de kaarten tegen de borst. En misschien is hier juist wel het pleidooi, leg de kaarten nou gewoon op tafel. Wees transparant over wat je wil. En, want als de Fransen de indruk krijgen, jij komt hier de boel overnemen, dan gaan de luiken dicht. Als zij snappen van wat je van plan bent, dan blijven de luiken letterlijk open.
Ja, je moet het rustig aanpakken. Kijk, de tijd maakt het verschil. Wij als NBSO kunnen juist die stappen ook doorlichten, informatie geven. En we zien ook, we krijgen dagelijkse mails of telefoontjes om te vragen van... kun je me verder helpen met zaken doen in Frankrijk, in welke regio of welke sector dan ook. En dan zeggen we, oké, het eerste heb je je huiswerk gedaan. Weet je wat je wil? Hoe wil je het aanpakken? Hoe specifieker je vraag stelt, hoe beter wij kunnen antwoorden. Want wij gaan erom. Hoe ik functioneer is heel eenvoudig. Ik krijg een verhaal, stel dat is van Martin, met deurmat. Ga ik denken, oké, wat ken ik? Oh, ik ken de grote beurs Maison et Objet in Parijs. Dat is de grootste beurs van Europa, als niet wereldwijd. Nederlanders zijn daar 300 of 500 exposanten op een jaarbasis. En die draaien daar een omzet. Dat is dan heel snel schakelen van oké, wie kan daar een volgende stap mee zetten? Er zijn genoeg Nederlanders over heel Frankrijk die al zaken gedaan hebben of die tussenpersoon kunnen zijn. En dat is precies hoe het ook goed gaat. Gisteren was ik aan lunchen met Anna Garek, nu een vriendin geworden. Maar het is een Française, ze is wel deels in Nederland geweest. Ze heeft hier voor Care Animation nu de directie voor hun. Die 3 jaar geleden wouden ze de markt aanpakken. 2 jaar geleden hebben ze mij benaderd van hoe kunnen we eigenlijk verder met de markt. Ik heb hun in relatie gebracht met haar. En nu heeft ze eigenlijk zo goed als bijna een contract binnen. En zo gaat het. En je bent inderdaad snel wel een jaar of 2 jaar verder. Maar als je een goede aanpak doet, dan draai je misschien sneller miljoenen dan niet. En in automotive heb ik andere voorbeelden die hebben snel kunnen draaien of sneller in Duitsland dan in Frankrijk. In Frankrijk 5 jaar later zijn ze er niet aan toegekomen. Want ze hebben niet de juiste aanpak gedaan. Want precies, ze konden alleen maar Engels. Ze hadden een distributeur die een beetje Engels. Die distributeur was te klein. En die heeft de markt niet aangepakt. En dus je moet de juiste mensen ontmoeten. En hoe sneller je de juiste mensen kan ontmoeten, hoe sneller je business kan draaien. En daarmee ligt de brug naar de wat kunnen jullie nou als NBSO betekenen? We hebben het net bij Martin heel erg gehad over eigenlijk wel vooral de vraag, waartoe ben je bereid? Ben je bereid je aan te passen? Ben je bereid die taal te leren? Ben je bereid bescheiden te zijn? Ben je bereid te wachten op het lange termijn doel in plaats van snelle handel binnenhalen? Nou ja, ben je bereid om onderdeel van die Fransen te worden. Jij noemt net van, ben je bereid je huiswerk te maken? Nou, Dominique, even kijken. Dominique Nij of Roelofsen heeft een productiebedrijf, denk ik. Want ze zegt ons als productiebedrijf. Dus daar ga ik ervan uit dat je een productiebedrijf hebt. Kan je ons helpen? Daar hoeven we niet moeilijk te doen. NBSO kan helpen, maar Dominique, je moet wel huiswerk doen. Welk huiswerk moeten ze sowieso doen voordat ze bij NBSO terecht kunnen? Nou, ze kunnen al. Het eerste is met bellen of mail sturen van waar ben je mee bezig en hoe wil je het aanpakken. Ik heb eergisteren een mail gehad van iemand die wil met speciale luchtsystemen voor de industrie, zowel voor Agrofood als voor anderen. En weten, hoe wil je de markt aanpakken? En dan is het inderdaad de vraag van, ga je zelf doen? Dus ga je zelf een team opzetten, zoals Martin met Nederlanders die Frans beheren? Of ga je met een distributeur? Of wil je het alleen puur verkopen? Ga je dan matchmaking en het vinden van zakenpartners, daar kunnen jullie allemaal bij helpen. Waar wij voor zijn, is dat wij zijn er continu mee bezig met de markt, met nieuwsbrieven, met inderdaad kansen doorgeven en marktinformatie. Wat wij in petto hebben, is vorig jaar hebben we 2 studies, sectorstudies gedraaid. 1 op waterstof, juist de links te vinden met Nederland en Frankrijk. We hebben onder andere op Solitrans, dus een transport en truck beurs gestaan met Hyzon en Rai Automotive, maar dat was ook een oplossing. En daar hebben we dan ter plaatse matchmaking geregeld. Ik ben begonnen de dag voor COVID en ik heb ook 2 jaar later al 2-3 bedrijven hier in zelfs laten vestigen in Lyon, wat in 20 jaar tijd niet vaak gebeurd is. Maar die matchmaking, daar zijn we door en om de juiste zakenpartner te vinden.
En dan zijn we naar, ook omwille van de tijd, want we gaan naar de afronding van dit webinar toe. Daar gaat het dus om, hè? Het is ook naar u als kijker. Dit webinar is natuurlijk bedoeld om u verder te helpen. Dus u heeft zichzelf een aantal vragen te stellen. Het zijn de vragen die ik zojuist formuleerde, die voortkomen uit het verhaal van Martin. Hoe bereid ben je? Nou, laten we aannemen dat die bereidheid er is. Dan hoor ik jou, Joris, zeggen, maak je vraag zo specifiek mogelijk. Wat wil je bereiken? Heb je al voor jezelf dingen uitgestippeld over hoe je dat zou willen bereiken? En met die vraag kunnen ze vervolgens naar jou toe. En dan hebben we net al in beeld zien staan. Dan kunnen jullie met marktinformatie, met matchmaking, jullie kunnen dan... Nou ja, echt wel dat vehicle zijn, op goed Frans uitgesproken, wat dan de mensen daadwerkelijk verder helpt. Jazeker, wij zijn er, wat het grootste verschil wat wij kunnen maken is het netwerk. En met de contacten, de juiste contacten op het juiste moment. En vergeet, we hebben de C voor contracten, in Nederland voor contracten tekenen uiteindelijk. 2 jaar later of 1 jaar later lukt dat. Maar in het begin moet je gewoon met contacten. En dat is waar wij het verschil kunnen maken. Een handelsmissie. We hebben over een paar weken een business week met al mijn collega's zelfs van Europa. Maar we kunnen inderdaad toelichten wat we op mobiliteit, op circulaire economie en gezondheid kunnen betekenen voor Nederlandse bedrijven. En ieder Nederlands bedrijf is van harte welkom bij ons. Daar staan we voor. NBSO is ook voor Nederlandse bedrijven, Nederlands samen ondersteunen en gewoon de juiste contacten voor jullie te regelen. Ja, dan was het net bij Martin had ik al van ja, het gaat dus uiteindelijk om die warme hand. We willen dat warme contact, die warme... Dat warme netwerk, nou, dat geef je aan, dat kunnen wij faciliteren. Ja, dan wil ik nog wel weten, een truc barbertruc, ik weet wat jouw laatste sheet is. Hoe bereik ik je dan? En daarvoor zijn er hele mooie contactgegevens die nu in beeld verschijnen. De contactgegevens van jullie als MBSO staan daarop genoemd. Ook de Rijksdienst voor Ondernemen. Je noemt bij de Rijksdienst voor Ondernemen nog even specifiek Corca. Wil je nog even kort iets over toelichten? Of want je verwijst naar echt mensen. Ja, nou, mensen, want binnen RVO heb je BDC, dus Business Developer Coach. En die zijn er juist ook. Je hebt heel RVO waar je vragen kan stellen. En dan kunnen we via het systeem terugvinden. Daar heb je CAI, dus informatiesysteem. Dus dat is de eerste contact. Of je kan direct bij ons. Maar die zijn er ter ondersteuning. En die hebben dan enkele middelen om ons te helpen met hun budget op een handelsmissie te organiseren of beurzen te staan. Of we nu beurzen online of on-site. Nu zijn we online, maar we hopen natuurlijk on-site. De goede nieuws van Frankrijk is vanavond groot feest. Alle disco's gaan weer open. Je kan hier gewoon weer in een bar staan en iets gaan drinken. Dus dat zullen we ook zeker doen. Maar we zijn er inderdaad voor jullie, voor de bedrijven. En er kan RVO, samenwerking met de ambassade, met de NBSO, Nantes en Lyon, voor jullie het verschil maken. En het gaat er gewoon om van, je kan het zonder ons, maar als je ons op beroep op ons doet, kan je waarschijnlijk sneller schakelen. En dan kun je in contact brengen met de juiste mensen om je bedrijf te helpen, maar vooral je producten en je business te doen groeien. En zo zijn er mensen die willen helpen. Maar uiteindelijk, je moet het zelf doen als ondernemer. En nogmaals, wees je daarvan wel goed bewust van wat die Fransen nu maakt tot wie ze zijn. En waar die romantiek vandaan komt. Waar die liefde voor het eten en de goede wijnen vandaan komt. Het is zo'n fantastisch mooi land waar miljarden liggen in de economie, of ze liggen er niet, maar ze zijn er wel. En het is aan jezelf of je die bereid bent op te gaan halen. Het allerbelangrijkste. Mijn moeder ging ooit in een winkel in Frankrijk lucifers halen, maar wist echt niet wat het woord lucifer zo is. En zij ging op de knieën bij een kookstelletje zitten en met handen en voeten gaf ze het aan. Of dat nou de manier is om zaken te gaan doen in Frankrijk, weet ik niet. Maar de taal.
De taal, de taal, de taal. Die is wel waanzinnig belangrijk. Want alleen dan kan je meedoen. Alle contactgegevens zijn al genoemd. Maar ik verwijs dan nog wel even naar de chat. Erik Post geeft daar een link naar een PDF-bestand, denk ik dat het is. Met taaltips. Ga daar zeker mee aan de slag. Zorg dat u goed Frans spreekt. Zodat u mee kunt doen met dat mooie Frankrijk. Joris, Martin en Joost als technicus, enorm dankjewel voor dit webinar. U als kijker, dankjewel. Hou de sociale media in de gaten, sociale media in de gaten. Daar zal dit webinar op terug te zien zijn. En natuurlijk zijn al onze organiserende partijen ook van harte bereid u mee te helpen en met u mee te denken over... Ja, hoe pak je dat nou aan? Dat zaken doen in Frankrijk, MBSO is er en de contactgegevens zijn gedeeld. Ik wens u allen heel veel plezier in de zoektocht naar hoe ga ik het aanvliegen, dat zaken doen in Frankrijk. En voor nu wens ik u een mooie dag. In Frankrijk gaan de cafés en alles weer open, maar in Nederland ook. Dus we mogen elkaar weer de warme hand geven. Martin, Joris, dankjewel. Graag gedaan.